Dit is een bespreking van het derde stukje van paragraaf 35 van boek 21 van Ab Urbe Condita. In het voorafgaande heeft Livius verteld dat het leger van Hannibal aankomt op de Jugum, de bergrug van de Alpen, en dat ze daar 2 dagen kamperen. Wonder boven wonder komen er ook wat onderweg verloren lastdieren terug naar het kamp. Het onderwerp van de eerste zin, dat is casus, dat staat in de nominativus. Nivis is een genitivus, van niks. Nivis van groep 3 is sneeuw. De val van sneeuw staat er letterlijk. Die voegde toe, een ingentem terrorem, een geweldige schrik aan de vermoeiden. Dat staat er letterlijk. Ik heb dat versies heb ik vooraan laten staan in mijn vertaling. Dus dat heb ik vertaald alsof het een participium is. Toen zij vermoeid waren, moedeloos waren, heb ik vertaald door de afkeer, door de walging van ellende. En tot betekent zoveel, dat kun je niet verbuigen, dus dat heeft altijd dezelfde vorm. Dus letterlijk aan de vermoeiden door de afkeer van zoveel slechte dingen, zoveel ellende, voegde nog ook nog de val van sneeuw toe, een reusachtige schrik, terror, occidente jam sidere vergiliarum. Occidente sidere, dat is een ablativus absolutus, met de ster van de vergiliae al jam ondergaande. De vergiliae, dat zijn de Pleiaden, en dat gold als die onder de horizon verdween, dan dat gold dan in de oudheid als het begin van de winter. Dit moet dus betekenen dat het eind herfst is, september, oktober, november. Over de datum wordt door historici gevochten. Dan een hele lange zin, die loopt helemaal door tot het einde van dit stukje. Per omnia nive opleta, door alle dingen met sneeuw bedekt. Dat staat hier. Ik heb gebieden is dus in de vertaling toegevoegd. Door een geheel met sneeuw bedekt gebied. Cum is een voegwoord. Ja. Incederet, met de conjunctivus, toen voortging. Onderwerp is achmen, toen de kolonne voortging. En dat doen ze segniter, afgeleid van segnis, bijwoord traag. Toen de kolonne traag voortging door alle met sneeuw bedekte gebieden. Segnis motis, nog een ablativus absolutus, met de veldtekenen bewogen, staat er letterlijk. Nadat de veldtekenen opgebroken waren, nadat ze dat kamp hadden opgeheven. Prima loeken bij het eerste licht, dus ze vertrekken 's ochtends vroeg. Toen die stoet in Kederet in het imperfectum aan het voortgaan was. En toen emineret zichtbaar was, de pigritia en de desperatio, toen de lusteloosheid en de wanhoop emineret uitstak boven, betekent het letterlijk zichtbaar was, op het gezicht omnium van allen. Nu, toen Hannibal dat allemaal zag, gaat hij iets doen. Hannibal is onderwerp van de hoofdzin. Hannibal praegressus signa, nadat hij vooruit gegaan was, nadat hij de veldtekenen was voorgegaan. Die veldtekenen worden natuurlijk gedragen aan het begin van de kolonne. Hannibal gaat helemaal vooraan lopen en laat ze dan stoppen en gaat een soort motivational speech houden bovenop die Alpen. Een beroemde scène dit ook. Dus Hannibal die gaat de veldtekenen vooruit en op een promontorio, dat is een uitloper van zo'n gebergte, dus zeg maar zo'n uitstekende punt. Hij gaat boven de weg staan op quodam, een of andere uitloper van dat gebergte, vanwaar ver en breed staat er letterlijk, wijd en zijd heb ik als Nederlandse uitdrukking vertaald, in uitzicht was. Dan nog een ablativus absolutus, jussis militibus, nadat de soldaten bevolen waren te consisteren, te blijven staan, halt te houden, even de draad weer oppakken. Dus die Hannibal die gaat iets doen, hij gaat voor de veldtekens uit. En hij beveelt de soldaten, nadat hij de soldaten bevolen had, halt te houden
op een voorgebergte, op een of ander voorgebergte, waar vandaan wijd en zijd in uitzicht was. Wat doet hij? Hier komt het hoofdwerkwoord, ostentat, in het presens historicum. Dus dit is een belangrijke gebeurtenis die Hannibal die toont aan die soldaten. Italië, je kunt vandaar kennelijk Italië zien liggen. En hij toont de subjectos alpinis montibus circumpadanos campos. Campos is het tweede leidend voorwerp bij ostentat. Hij toont Italië en de vlaktes rondom de Padana, dat is de Po, rondom de Po liggende vlaktes, die geworpen zijn onder, die liggen aan de voet van de Alpijnse bergen, de Alpenbergen, die toont hij. Kijk soldaten, daarginds ligt Italië en de Po-vlakte. En hij zegt, moet je ongeveer, hij verklaarde, dus hier moet je dat ostentat, moet je in feite anders vertalen, hij toont die bergen en nu komt er een andere constructie, namelijk een ACI. En hij toont dat zij overklommen de muren op dat moment niet alleen, maar ook niet alleen van Italië, maar ook van de stad, van de Romeinse stad, van de stad Rome. Dus die Hannibal gebruikt hier een metafoor. Hè? Als we die Alpen over zijn, dan hebben we in feite Rome al ingenomen. We komen dan niet alleen aan in Italië, maar we hebben in feite de muren al overgeklommen van de stad Rome. De overige dingen, dat is de rest van de weg, dus de rest van de weg, dat die zou zijn. Dit is een infinitivus die nog steeds afhangt van dat ostentat. Hij toont, dat zou zijn, de rest van de weg, plana, vlak, en asyndeton hier, en proclivia, en hellend, en bergafwaarts. Het wordt dus makkelijker. Uno aut sumum altero proelium arcum et caput Italiae manu ac potestate habituros esse, moet je weer aanvullen. Dat zij zouden hebben, dus deze infinitieve, dit is nog steeds een ACI met dat eos als onderwerp van de accusativus cum infinitivo, dat zij zouden hebben, leidend voorwerp, de burcht en het hoofd van Italië, dat is dus een tautologie die Rome betekent, dat zij de burcht en de hoofdstad van Italië zouden hebben in hun hand en in hun macht, nog een tautologie, dat ze die in hun macht zouden hebben door één of hoogstens nog een andere, een tweede gevecht. Dus Hannibal toont aan, gaat bovenop die berg staan en spreekt het leger toe en zegt, mannen, we zijn er bijna, als we die Alpen over zijn, is de rest een stuk gemakkelijker en we hebben Rome in feite dan al in onze macht.